Dames en heren, het is dus zo dat alle drie de panelleden hun verhaal meenemen. En die worden dus uiteindelijk beoordeeld door Vera Bergkamp. Maar voordat we beginnen willen we u toch even, zoals wij dat noemen, de kop laten zien. Een paar opmerkelijke dingen die ons opvielen de laatste paar weken. U heeft ongetwijfeld meegekregen de woede van de Groningers. Ze worden al decennia lang miskend. Ze zien zelf niks terug van die aardgasbaten. De huizen verzakken, de werkeloosheid neemt toe. En we zagen uiteindelijk de man van IJzer, de minister van Economische Zaken... Henk Kamp, hij ging naar het Hol van de Leeuw en legde daar nog een keer zijn beleid uit. En dat was op een vrijdag. En die dag daarna zat hij in een zaal en daar zaten allerlei gedupeerden en belangenverenigingen. En daar was de sfeer ook buitengewoon gespannen en toch gebeurde er het nu volgende. Van Weert, ook van Schokkend Groningen. Mijn stem is nog van streken omdat er een politieagenda hangen heeft met zijn wapenstokers. Excuses daarvoor. Voorzitter, ik denk dat als er een politieagent met een wapenstok voor uw keel heeft gezeten, dat u er zelf wel naar gemaakt zult hebben. Dus dat moeten we ook. Maar die politieagenten die hebben wel wat anders te doen dan u het leven zuur maken, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval. Henk Kamp wint er nooit doekjes om. Ook in dit geval dus totaal niet. En het zal hem niet ontgaan zijn. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is volop losgebarsten. En de islamdemocraten uit Den Haag, die hebben een nieuw medicijn uitgevonden. Er is een nieuw medicijn op de markt. U kunt het niet via de dokter of de apotheek krijgen. Het wordt op straat uitgedeeld door leden van de islamdemocraten. Ze hebben het zelf uitgevonden. Een pil tegen verstopte haat. Onder de naam Geertolax. Er zitten gewoon lekkere snoepjes in. Mogen jullie innemen? Er zit geen laxeermiddel in, nee. Bijwerkingen, verbale winderigheid, kortzichtigheid en intolerantie. Ja. Dat is wel grappig. En u weet natuurlijk, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 19 maart is de datum dat we allemaal geacht worden naar de stembus te gaan. En dus maakten we een kleine selectie van een paar campagneposters die ons wel een beetje opvielen. Ja, dit lijkt de slogan van een SM-kelder, maar dat is het niet. En dit is er ook eentje, hoe langer u kijkt, hoe leuker die wordt. Deze heeft... Slechts heel kort op. Ja. Deze vonden we ook vrij aardig. Even goed laten staan. Voor de dyslectici onder ons. Ja. Oké. Okay. Wel traag publiek. Duurde heel lang voordat deze doorkwam. Maar goed. Dames en heren, tot zover de introductie. We gaan toe naar ons panellid. Die natuurlijk ons gaan lekker maken met heerlijke verhalen.